Zullen we komen op het deze gloed nieuwe aflevering van Minecraft Farming Simulator 2022. We gaan vandaag weer lekker Farming Simulator 2022 spelen. En we hebben vandaag een aantal dingetjes te doen. Eerst en vooral wat wij moeten gaan doen. En dat is eigenlijk echt wel een heel dringende zaak, namelijk. Is de aanhanger pakken. Aanhanger volledig aankoppelen en naar de graansilo rijden voor de kippen te gaan eten geven, want ik heb gezien dat de kippen niks meer van eten, van voer of iets hebben in hun trailer of in hun silo. Dus ja, dat is toch wel belangrijk dat we de kippetjes gaan eten geven en dat wij ook genoeg eten kunnen voorzien voor de kippen, dan ze eieren kunnen blijven leggen namelijk. Dus daar gaan we eerst eventjes werk van maken. Ik heb hier natuurlijk een heel mooi pad achteruit, of een heel mooi pad gemaakt. Dus. Geen auto? Nee, geen auto. Oké, dan gaan we nog een keer steken. Zo. Dan gaan we even muziek starten terug. Alsjeblieft, kippetjes. Pak maar al het eten die ik jullie ga geven momenteel. Zit de silo niet vol of nog niet? Bijna. Ja, oké. Okay. Ook zicht nog zwaar. Wij hebben trouwens echt enorm veel pallets. Wij hebben momenteel 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13 pallets aan eieren. Ik moet trouwens kijken wanneer kunnen wij eieren gaan verkopen. Nu zat ik verkeerd met mijn muis. Ups, sorry. Wanneer kunnen wij eieren gaan verkopen? November is de beste prijs. We zitten momenteel in mei. Dus in november zitten wij op de beste prijs. Wij hebben momenteel... Hoeveel kippen hebben wij eigenlijk momenteel? Ik moet er sowieso even rekening mee houden van de kippen die ouder dan 12 maanden... Dan 6 maanden zijn. Of dan ouder zijn dan 12 maanden. Die moeten we eigenlijk gaan verkopen terug. Dus daar moet ik echt... Even rekening mee houden. Die kip kunnen we er eigenlijk voorplanten. Maar ja, moet ik zeggen, zijn ook. Gaan meer eten ook. Al. Deze kippen moeten we eigenlijk echt gaan verkopen, gewoon. Deze ook. En deze ook. Dus wat ik ga doen. Ik ga toch wel een aantal kippen gaan verkopen. 10 maanden is... wij hebben ook niets meer van plaats namelijk. Dus 10 maanden gaan wij verkopen aan 250. Yes. 9 maanden kunnen wij ook gaan verkopen. Ze gaan niet 8 maanden. De dier heeft de leeftijd om te fokken bereikt. Dieren die gezond zijn en ouder dan 6 maanden kunnen zich voortplanten. Sowieso wil ik deze gaan verkopen nog. Dan moet ik hier even kijken. Die nog niet. Die kunnen hun juist voortplanten. Die zijn nog niet oud genoeg voor hun voort te planten. En deze kunnen... Deze kunnen in principe zich al voortplanten. Dus dan kan ik in principe deze... Ja, op zich ja.
Die zijn nog niet oud genoeg. Die zijn oud genoeg voor een voortplanten. Dus die daarvan komen van nieuwe kippen. En dat zijn 3 maanden. Dus dan hebben wij in totaal, ik denk een. Wat hebben wij verkocht? €790 verkocht aan dieren. Op zich wel goed. Op zich wel goed. Ja. Dan is deze taak in ieder geval al volbracht. En we de trailer weer mooi achteruit in parkeren. En dan gaan wij de onkruidverteller pakken. Want we moeten namelijk onkruid gaan vertellen op het veld die wij vorige keer ingezaaid hebben namelijk. Begint er onkruid te staan. Zijn er kleine plantjes onkruid aan het groeien. Dus ja, dat veld moet dringend onkruid verteld worden. En we moeten ook nog een keer... dat veld moet ook dan nogmaals bemest worden. Gaan we de dingen al uit laten klappen. En gaan wij in richting hier rijden al. Zetten wij aan. Op alle, ja, op alle stukken zijn die aan. Oké, dat is goed. Dan moeten we even dit onkruid gaan vertellen. Kijken of het wel effectief werkt zo. Ja, dat werkt effectief. Het zijn zo sommige echt hele kleine plantjes eigenlijk al. Of nog. Nog echt nog maar hele kleine plantjes. Maar het is wel nodig. Gelukkig is het veld niet zo heel groot. Of hebben we wel een redelijk grote sproeier. En gaat het wel redelijk snel klaar zijn gelukkig. Want dit is 1 baantje al. Moeten we hier nu... Ik denk hier ongeveer. Ik zie dat er hier een klein gedeelte niet ingezaaid is. Dat is wel jammer op zich, maar goed. Het is zo dan. Zo. Ik laat onkruid staan. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling dat ik onkruid laat staan. Echt niet. Zoveel mogelijk onkruid proberen mee te pakken nog. Dat valt echt wel heel... clean is qua onkruid, allemaal zonder onkruid zitten en zo. Want dan krijg je de beste resultaten en de beste oogstinkomen ook, nogmaals. En in principe moet dit veld nu nog eenmaal bemest worden. Dan moeten wij eigenlijk voor de komende 2 maanden, denk ik, dat gaat zijn. Tegen dat dit gegroeid gaat zijn. Moeten we eigenlijk voor de komende 2 maanden niets meer aan dit veld gaan doen. Dus op zich, als we alles heel mooi en heel goed kunnen bemesten en zo, en de onkruid kunnen weghalen, dan is dat echt wel heel chill namelijk. Oké, let's go.
Dan gaan wij zo meteen. We hebben nu 14.790 euro momenteel op bankrekening staan. Gaan wij zo meteen een kleine weerstation bouwen nog. Niet dat dat heel duur is normaal gezien. Dus dat komt denk ik wel goed. En waarom is er hier... Hier is iets verkeerd in het plan. Volgens mij... Volgens mij is er hier iets verkeerd in het plan. Hier is sorghum in het plan. Meen je dat nu? Dit is niet goed, het. Ja, dat is echt letterlijk. Eén klein vierkant naar sorghum. Waar staat dat hier sorghum? Hier. Dat is letterlijk zo één klein vierkant naar sorghum. Ha. Die stomme hel. Ja, dat kan mijn fout zijn ook geweest. Hè. Nou, ik ga het gewoon laten groeien. Maakt op zich nu niet heel veel uit. Ik ga de sorghum laten groeien en ik ga die gewoon op een later tijdstip gewoon oogsten. Zelf niet eens oogsten eigenlijk. Ik ga het gewoon cultiveren. Als dit veld klaar is met groeien, hebben ze dit veld aan het oogsten. Want dit is. Wat is het nu weer? Tarwe, sojabonen denk ik dat was. Ja, inderdaad, sojabonen. Zoals dit veld klaar is voor de oogsten, gaan we gewoon de sojabonen oogsten. En een klein stukje sorghum dat daar nog staat, gaan we gewoon dan laten voor wat het is. En cultiveren, zeg maar. Maakt op zich niet heel veel uit. Kan geen kwaad. Is, ja... Dacht dat het weg was, maar blijkbaar niet. In principe, wat ik heb ik nu nog te doen. Ik denk dat we nu echt bijna niets meer te doen hebben. Momenteel. Buiten dan nog een weerstation te bouwen. Dan moet ik kunnen zien wanneer dat gaat regenen en wanneer niet. De tijddingen kunnen zien. Effectief van om dat uur gaat het regenen, dat uur niet. En wat ik eigenlijk ook een keer wil gaan doen is in de tweedehands shop gaan kijken. Twee oude trekkers. Nou ja, deze is op zich niet zo heel oud. Alhoewel. Nou, 47-55 is op zich wel een oudere trekker al. En dit is sowieso een oudere vent. Plus nog een MAN. Die we momenteel niet kunnen betalen, sowieso dus. Gaan we het weerstation bouwen. Gaan wij naar deze. Gaan wij naar bouw. En dan moeten wij gaan kijken bij... Boerderij. Werktuig. Het is inderdaad weervoorspelling. Ook deze eigenlijk hier willen bouwen namelijk. En nu zo pauw. Ik denk dat het wel mooi is.
Die staat er sowieso vlak tegenaan, dus dat is ook al sowieso veel beter dan namelijk. Nou, even kijken of het nu effectief werkt. Yes, dat werkt zeker en vast dit. Dit werkt zeker en vast dit, zo mooi. Heerlijk. Nu wil ik even kijken, hè. Dieren. Schapen. Wat is de goedkoopste schapenfarm? Hier kunnen we 25 in. Hier kunnen we ook maar 25 in. Hier kunnen we 65 schapen in. Hier kunnen 35 schapen in en hier kunnen 15 schapen in. Ik vind het op zich wel te weinig 15. Maar ik denk dat we deze gewoon gaan bouwen. En ik zou dit eventueel dan hier willen bouwen. Eigenlijk op zo'n manier. Meer zo. Ik moet even bekijken hoe dat we het kunnen doen, want hier rechts komt namelijk de dingen. Dus in principe als we het zo bouwen, of we moeten het dan mee schuin gaan bouwen, om het eigenlijk zo bouwen. Maar ik wil het eigenlijk eventueel twee naast elkaar bouwen. Niet dat we dat direct nodig hebben, maar op een later moment wil ik er wel twee eventueel naast elkaar gaan bouwen. Omdat dat best wel handig kan zijn. Je kunt zodanig een hele stad gaan bouwen dat je echt niet te doen hoor. Wauw.
Oké. Ja, ik denk dat we hier bij de aflevering gaan afsluiten terug. We hebben alles gedaan wat we moesten doen. Tenminste, voor zover ik weet, hebben wij alles gedaan wat we moesten doen. Volgende aflevering gaan we waarschijnlijk dit veld kunnen gaan oogsten. Ja, sowieso dat. En voor de rest, ja, ik heb niet echt iets dat ik nog kan gaan doen, zeg maar. Momenteel. Oeh, gebieden. Veld 26. Is dat een groot veld? Veld 26. Dus hier ergens. 24. Oh, dat is een groot veld. Oké. Nee, laat maar. En dan gaan we nog palen maken. Goed, in ieder geval jongens, ik ga lekker hier bij de aflevering afsluiten. Hoop ik heb genoten van de aflevering. Hoop ik je graag vond bij een nieuwe aflevering. Vergeet zeker te liken en te abonneren natuurlijk. Als ik dat nog niet gedaan, zou super nice zijn. Mocht je dat wel nog gaan doen. En dan zie ik hem graag vond bij een nieuwe aflevering. Dus jongens, ik zeg voor nu, zoals altijd, bye. Bye.